Nog even het geluid testen. En de jaarbeurs is klaar voor het congres van de Jehova's getuigen. 3 dagen lang zullen ze luisteren, zingen en praten over hun geloof. Ja, dat is ook flink pittig, hè? Maar Jehova's getuigen zijn dat gewend. Maar het mag ook een beetje gezellig zijn. Daarnaast is er een ideale gelegenheid om met veel van onze geloofsgenoten een praatje te maken, kennis te maken, nieuwe kennis te maken. Thema dit jaar is blijf waakzaam, want de Jehova's zijn bezorgd over de toestand van de wereld. De kloof tussen arm en rijk, de grote natuurproblemen, maar ook de sociale problemen in onze maatschappij. Het Utrechtse congres is één van de 17 congressen die zijn georganiseerd. Ook zijn er zo'n 1,5 miljoen niet-gelovigen uitgenodigd. Langs de deur, maar misschien ook op straat. Of welke. Langs de deur is wel het meeste bekende, maar we gebruiken elke mogelijkheid daar natuurlijk voor. Maar wij vinden het belangrijk om mensen persoonlijk aan te spreken. De organisatie verwacht zelfs van 10.000 mensen. En mochten het er toch meer zijn, de vrijwilligers zijn er klaar voor.